Dit is onze eerste verhuisvlog. En daar kun je hele leuke dingen mee maken. Ze gaan naar mijn tanden kijken. Je tanden doen raar. Maar dat hoeft helemaal niet. Want... maar dat komt tegen de tijd wel. Het is heel lelijk geworden. Hallo, goedemorgen. Goedemiddag. Dit is onze eerste verhuisvlog. Want wij gaan vandaag Chelsea's kamer een beetje inpakken. Dat zo. Jullie moeten maar gezellig meekijken. En Chelsea gaat nu eventjes vertellen wat er gaat gebeuren. Ik ga zo spullen uitzoeken. Want we gaan verhuizen naar Penny. En dan moet ik wel mijn spullen meenemen. Maar de spullen die ik niet meer wil... De knop die ik niet meer wil, mag ik aan Luna geven. Maar de spullen die ik echt niet meer wil, die gaan we weggooien. We gaan eerst eventjes de verhuisdoos bij elkaar zoeken. Uitpakken, want we hebben de 4 mee naar boven genomen. En dan gaat Chelsea al een beetje beginnen met inpakken. Kijk, dit is heel erg leuk. Dit zijn, hoe heten die dingen? Die schuim. Nou, hoe heet dat nou? Piepschuim. En daar kun je hele leuke dingen mee maken. Zoals de zwaan. Ik heb hem wel iets te licht staan, dus ik ga jullie heel even wat donkerder maken. Ja, zo. Kijk, een zwaan. Zie, is niet helemaal af. Ja? Ja. Maakt niet uit. Een paard. En Chelsea krijgt bijna een hele boekenlading op het hoofd. En een dolfijn. Ja. En dat is foam. Troep. Klei. Nou, wij gaan eventjes naar de tandarts toe ondertussen. Voor mij. Ja, voor Chelsea even controle. En ik ja. Ik ook nog. Ja, we gaan naar de tandarts. En daar moet ik mijn tanden poetsen en tanden kijken. En ik denk dat ze gaan zeggen, weer heb jij weer één tand eruit. Ja, dat denk ik ook, hè? Ja. Nou, we gaan het zien. Ja. En daarna gaan we weer lekker verder hier in de kamer. Het is al aardig opgeschoten zoals je ziet. Die plastic la hebben we leeggehaald. En de plank een beetje. Maar er moet nog genoeg gebeuren. Nou, wij gaan naar de tandarts. En wij zien jullie zo weer bij het verhuizen. We zijn terug van de tandarts. En misschien kan Chelsea vertellen hoe het was. Ik ga even aan de kant. Ja, ik ben er. Nou, vertel dan. Ik ben naar de tandarts. Ga ik van opschrijven. Hoezo? Is het er goed zo? Is goed. Ik ben naar de... Maar als komt een zilvervisje. Nee. Ik doe mijn voeten wel omhoog. Chelsea is net wat anders geweest dan het hoofd. Nee, ik ga zo. Ik ben naar de tandarts geweest. Ik ben Chelsea. En ik ben naar de tandarts geweest zoals ik al zei. En ik heb geen gaatjes meer. En ik krijg al 4 grote mensen kiezen. Nee, je hebt ze al. Ja. Ik heb en je zo hebt 4 eigenlijk... tanden eruit. Ja, ik heb 4 tanden eruit. Totaal heb je, ja, mis je al 5 tanden. Mm. En je bent 5, dus dat is wel grappig. Ja. Zo, even loskoppelen. We gaan even de radio loskoppelen. Loskoppelen? Ja, draadjes eruit halen. Ik krijg zo meteen stroom. Bam! Grapje, liefje. Mama is altijd zo flauw, hè? Ja. Nou, kijk eens. Hier, kan je een box meenemen? Hier. Alsjeblieft. Oké, we zijn nu echt als gek aan het inpakken. Maar dat hoeft helemaal niet. Want, we gaan... Mama, ik wil zitten. Auw, we gaan niet morgen weg of zo. We moeten het sowieso leeg halen. Vandaar dat we gewoon lekker bezig zijn. En, het valt op zich wel mee. Het is alleen... haar bureau en de kledingkast wat nog mee moet. Maar dat komt tegen de tijd wel. Dus ik moet zelf ook nog inpakken. Ga ik niet in één keer allemaal doen. Het is heel lelijk geworden, de muur. Alle posters zijn. Hier, alles is leeg, hè.
Eigenlijk hebben we heel veel gedaan. Eigenlijk alles. Alles is weg uit jouw zitkamer, behalve jouw kledingkast. Maar die is ook eigenlijk leeg. De helft ligt van mama in de kamer. We zijn klaar. Ja, dit was de eerste huisvlog. Chelsea's kamer hebben we heel snel gedaan. Maar er komt natuurlijk nog meer aan. Want er zijn ook grotere dingen die weg moeten. Of die afgebroken moeten worden. Maar dit is in ieder geval al een soort van voorproefje. En ja, bedankt voor het kijken. Doei!